In een recent Instagram-filmpje laat Ronnie Flex trots zijn weelde zien, inclusief een kostbaar horloge en een handvol bankbiljetten. Opmerkelijk genoeg is dit gedrag in contrast met het feit dat hij eerder dit jaar het slachtoffer zou zijn geweest van een overval. De video toont Ronnie Flex en een vriend die pronken met hun dure horloges. Vervolgens haalt de rapper stapels geld uit zijn zakken en begint ermee te zwaaien. RealityFBI, een bekend kanaal op Instagram, merkt op: Ronnie Flex lijkt weinig te leren van zijn eigen opschepperij. Is het verstandig om te pronken met je horloge en geld? Eerder dit jaar zou de rapper het doelwit zijn geweest van een overval voor zijn huis. Twee mannen zouden enkele sieraden van hem hebben gestolen en op een scooter zijn gevlucht. Het is onduidelijk of de daders inmiddels zijn opgepakt. Er gingen aanvankelijk geruchten dat Ronnie Flex met een vuurwapen zou zijn bedreigd, maar omdat hij zich niet verzette, werd er geen geweld gebruikt. Ronnie Flex is niet de enige die graag pronkt met zijn rijkdom. Ook Lil Kleine laat graag zien hoeveel geld hij heeft. In 2021, tijdens een albumreleasefeest van DJ Jack Chirac, toonde Lil Kleine zijn kostbare horloge op Instagram. Bij het verlaten van de locatie rond 11:30 werd hij opgewacht door 3 personen. Hij beweerde dat hij werd geslagen en onder bedreiging van een pistool zijn horloge moest afstaan. Het incident vond buiten plaats en werd waargenomen door een omstander. Alle aanwezigen in de zaal werden gewaarschuwd en moesten binnenblijven. Lil Kleine bleef buiten staan met een bebloed gezicht. Ook Ronnie Flex was destijds aanwezig bij de releaseparty.